Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. In deze video wil ik eens gaan kijken hoe dat het zit met de energieën voor tweelingvlammen. Oh, en kijk wat ik krijg, onmiddellijk al krijg. Teken van eenheid, teken van hoe belangrijk dat eenheid in jezelf is voor het creëren van deze nieuwe wereld, deze nieuwe aarde. Maar dus in deze video gaan we eigenlijk is intunen, afstemmen op de connectie tussen tweelingvlammen. En eigenlijk meer bepaald tussen mannelijke en vrouwelijke energie, zoals hij weet. Dus gaan we eens kijken van wat dat er gaande is, voor de, wat dat mag, mogen verwachten, wat de boodschappen zijn die mogen doorkomen. En dan ga ik eerst eens kijken wat de boodschap is voor de union, voor de eenheid. En dan krijgen we daar onmiddellijk al een hele mooie wacht, hè? Want de kaarten zijn hier eruit aan het kloppen. En we krijgen nog één kaart, alsjeblieft, voor de union, voor de connectie. Dankjewel. En dat is de Adept of Challenges, wat dat eigenlijk de leerling is van emoties. Ja, ik had zo zijn. Dus kijk, zo, ik had ze biedt eventjes het meer naar beneden doen. En wat krijgen we aan de onderkant hier? De Six of Challenges. Die, wacht, ik kan even zien, wat ligt eronder? De Master of Flames ligt eronder, Master of Crystals en Guidance. En dan hier de Six of Crystals en de Seven of Crystals. Ja, dus waar gaan we meer en meer deze week heen tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie? We gaan veel meer naar het gelijk geven en nemen. En dat is eigenlijk wel een hele mooie afbeelding om dat te tonen. Er zijn gelijk hoe je het ook draait, er is altijd evenwicht in deze afbeelding. En je ziet hier ook het symbool van de mannelijke en de vrouwelijke energie, hoe dat ze samenkomen, hoe dat ze die genegenheid en verbinding vinden bij elkaar. En tegelijkertijd hoe dat die connectie, hoe dat die beschermd is. En dat gaat ons helpen om veel meer nog in de meesterschap te stappen. Meester van onze passie en meester in ook de fysieke wereld. Maar die lag omgekeerd, dus daar zijn we nog niet. Je moet eerst meester worden over onze passie. En daarvoor worden we geleid door ons volledige spirit team. En u weet, als tweelingvlammen, dan hebben we elk een eigen team. Dus jij hebt het team. Je tweelingvlam heeft een team. En er is ook nog een specifiek en apart team eigenlijk voor jullie tweelingvlamconnectie. Dat was het. Dus en je ziet wat dat we eigenlijk meer en meer gaan op focussen. Dat we eigenlijk perfect alleen gelukkig zijn. Zonder het feit of dat eigenlijk onze tweelingvlam daar is. Want wat zien we hier eigenlijk? Hier is een man, hier is een vrouw. Dus hier, dat gaat ook weer belangrijk zijn. Dat deze week de vrouwelijke energie blijft focussen op haar eigen stabiliteit. Omdat de mannelijke energie nog meer leert te zakken en te vertrouwen in het meester zijn over die emoties, het begrijpen. En het ook toe te laten dat wanneer dat de vrouwelijke energie een overweldiging van emoties stuurt naar de mannelijke energie, dat de mannelijke energie niet het gevoel heeft dat hij aan het verdrinken is, maar dat hij eigenlijk er heel perfect en gemakkelijk doorheen kan zwemmen. Ik kan het zien omdat ik het goed zie. Ja, en die is echt, dat is hier precies zo'n beker. En die is echt in die beker aan het zwemmen, terwijl dat eigenlijk de golf van emoties blijft over hem heen stromen. Maar hij verdrinkt dus niet. En dat is een hele, hele mooie vooruitgang om te zien. Zeker met de planeetstanden en wat er deze week allemaal gebeurt. Morgen is er een volle maan. Dan woensdag zijn we 15, dus dat is opnieuw een 6-6 kwartaal of 6-6 kwartaal. En dan de 16e donderdag is er conjunctie tussen planeet Chiron, waar dat van de symbool staat en verbonden is met onze wonden, onze diepste schaduwen, in combinatie met Mars. En Mars is de planeet van oorlog. Dus onder andere oorlog en maar ook actie nemen. Dus afhankelijk van in welke mate dat je die energie intapt op je energie en dat energie gebruikt. Dus wanneer dat gaat over discussies, alsjeblieft, back off zou ik zeggen. Ga naar binnen, focus op je eigen dingen en zeker ook in tweelingvlamconnecties.
Wees bewust van wat je zegt en deelt. Want als je inderdaad wel succesvol bent in jouw tweelingvlamconnectie, dan gaat het belangrijk zijn om telkens het onderdeel en telkens te gaan weten van op welke manier reageer ik vanuit mijn oude wonden en wat zijn de patronen daarvan, wat zijn de gedragingen, de copingmechanismen die ik heb en op welke manier kan ik die gaan counteren, dus gaan blokkeren, zodanig dat ik eigenlijk op een veel meer en optimale, gezondere manier kan gaan. In mijn connectie gaan staan en gaan communiceren. En dat is hetgeen wat we deze week nog meer en meer gaan vragen. Want de kaarten gaan heel moeilijk in elkaar. Ik moet ze iedere keer heel mooi proberen ertussen elkaar te krijgen. Dus dat op zich is eigenlijk ook weer al een teken van hoe dat de energie verloopt deze week. Of wat dat we kunnen verwachten. Kijk, zie wat ik bedoel? Dan moet ik echt ze mooi nemen en echt een handje toe helpen. Want dat gaat ons, kijk, weer het nieuwe begin, weer die passionele nieuwe start geven. Oké, gaan we nu kaarten voor de mannelijke energie. Ik ga ze eerst zo leggen dat ik ze goed zodanig dat jullie ze kunnen zien. Oeps, dat zijn er te veel. Maar ook hier komt weer op hetzelfde neer. Kijk, weer emoties en succes. Dus dat de mannelijke energie succesvol gaat zijn, daarom niet deze week, maar dat hij daar altijd maar krachtiger en sterker in wordt. In het op een positieve manier uiten van zijn emoties. En dan hebben we dus de zeven van wanten en de hoge priesteres. Oh my god, fijn. Dat is mijn poes. En ik ben aan het verhuizen en dat aan het inpakken. En er staan hier dus dozen. Ach, kijk, weer al succesvol. En er staan hier dozen. En dus hebben we één doos waar ze in spelen. En ze sprongen uit. En dat liet mij heel hard schrikken. En dan twee kaarten voor de vrouwelijke energie. Zijn de constant dezelfde kaarten die opvallen. Kijk, deze weer. Dus succes is er. Een nieuw begin is er. De wereld, dus de wereld is aan het veranderen, is aan het draaien. En waar je nu misschien nog de enige bent die wordt gezien als een rare of iemand die de weg kwijt is of wat dan ook, weet dat we een nieuwe wereld aan het baren zijn. We zijn dus eigenlijk een nieuwe wereld aan het vormgeven. Maar het is wel lastig. Het is zeker lastig. Zeker als je nog niet veel mensen om je heen hebt. Die weten waar hij doorheen gaat, die weten waar hij naartoe gaat, die weten waarin hij gelooft, dat je nog niet die eenheid voelt in jezelf of met iemand anders. En daarvoor is ook het membership bijvoorbeeld. Hè. Dus als je zegt van ik heb niet echt nood aan ondersteuning of ik wil niet echt leren werken met de vlammen, dat is volledig jullie keuze. Weet dan dat er ook het membership is, waar je inderdaad wekelijks verbinding kan maken met mij en mijn coaches. Zodanig dat je ook vragen kan stellen waar je in die week tegen aanloopt. En afhankelijk van de mate van het lidmaatschap dat je kiest, ga je ook nog een individuele reading ontvangen en een individuele sessie. En dan de WhatsApp-groep waar je 24 op 7 eigenlijk begeleiding krijgt door mij en mijn coaches. De vrouwelijke energie. Krijgen we hier opnieuw weer de King, de Koning van Munten of King of Pentacles en de Eight of de Acht van Bekers, maar omgekeerd. Dus de mannelijke energie, de vrouwelijke energie. Ik ga het zo laten zien of je het hebt gezien. Ja. Wat dat we zien bij de mannelijke energie is dat hij eigenlijk meer en meer leert om verbinding te maken met zijn vrouwelijke energie. Dus zijn eigen vrouwelijke energie. Dat is hetgeen hij ook hier ziet, die emoties. Dat intuïtieve. Hij begint meer en meer ook te vertrouwen en te geloven ook dat hij daar ook succesvol zal in zijn. En hoe meer dat hij dan natuurlijk ook gaat gaan doen, dus naar binnen gaat gaan luisteren en dan eigenlijk wegstapt van conflicten of conflicten gaat gaan. Aanvliegen, aanpakken, gaan bekijken, zelfs vanuit die verbinding met zijn vrouwelijke energie, vanuit de verbinding met zijn hogere zelf, hoe meer dat hij gaat zien dat hij daar inderdaad ook succesvol in is. Dat is hetgeen dat we daarnet ook gezien hebben. De vrouwelijke energie gaat deze week nog meer focussen op haar fysieke stabiliteit. Wat dat wil zeggen, dat kan zijn over, zoals dat ik bijvoorbeeld in bezig ben, het verhuis. Dus dat vraagt het weer loskomen van een bepaalde plaats en weer
jouw thuis en huis vinden ergens anders. En dat maakt dat hoe meer dat zij daarop op focust, dat zij letterlijk ook gaat weglopen, meer en meer emotioneel ook gaat weglopen en afscheid gaat nemen van alles wat dat haar niet meer dient. Waarom ligt het ondersteboven? Laat me eventjes horen. Het ligt ondersteboven omdat ze eerst moet toegeven dat de fysieke veranderingen noodzakelijk geweest zijn en pas nadien gaat ze het verschil merken. En ik moet zeggen, ik heb dat vaak zelf ook al meermaals ervaren, dat je denkt van oké, die energie of die persoon, dat is ça va, of die beïnvloedt mij niet zo hard. Maar pas wanneer hij er echt volledig gaat van wegstappen en volledig uit die persoon zijn energieveld bent, of uit het huis bijvoorbeeld, dan pas ga je zien welke verschil dat het in energie ook brengt voor jou. En dat is hetgeen wat ik zelf ook al meermaals heb ervaren. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij gezien en bij klanten. Oké, oeh. Ja, dank u wel. Wat moeten we deze week ook nog verder aan denken of rekening mee houden? Ja, en dat is ook te maken met de verschillende planeetstanden. Dus de volle maan, het 666 woensdag en dan donderdag die conjunctie met Mars en Chiron. Plus, we bouwen ook weer op naar 21 juni, waar dat de solstice is. Dus overgang hier in deze contrein van winter naar zomer. En dat maakt dus dat we nog meer nu in de hele ganse maand geconfronteerd worden met die dualiteit in ons leven. Good versus evil, hè. En dat je heel bewust bent dat ook al ervaar je nog stukken rond de negatieve energieën en rond dingen, angsten en rond, hoe moet ik het gaan zeggen, bad guys of dingen die jou gaat overkomen. En dan laat het me denken aan iets wat ik gisteren ervaren heb. Want iets wat ik opmerk en wat mij heel hard opvalt en wat ik eigenlijk niet goed begreep waarom dat spirituele mensen daar constant blijven aandacht aan geven, is het probleem van scammers. Zowel op internet, natuurlijk op internet, zowel op YouTube als op Instagram, ga je vaak zien dat fake profielen aangemaakt worden. En dan zie je de originele profielen eigenlijk vanuit angst en vanuit het idee van ik moet mijn volgers beschermen en ik moet ervoor zorgen dat er niets ergs overkomt en ik heb daar een verantwoordelijkheid toe in. Zorgt er eigenlijk voor dat ze net dat punt gebruiken als aantrekking, waardoor dat ze natuurlijk voortdurend opnieuw weer nieuwe profielen krijgen die aangemaakt worden in een kopie van hun profiel. En dus en dat is met alles zo. Hoe meer je focust op de angsten die er zijn, op het evil dat er is, hoe meer dat je dat als punt van aantrekking in je energieveld hebt, dat wordt jouw magneet, terwijl dat je net er wel van af geraken. En dat is dat het punt dat ik niet begreep, waarom dat zelfs schijnbaar lijkende spirituele personen, die ook reading doen, net zoals mij, die ook zelfs coachings en dergelijke meer geven, dat zij daar blijven aandacht op geven. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld nooit zelf ga doen. Waarom? Omdat het dan, net zoals ik daarnet gezegd heb, een buiten aantrekt. Je laat het toe in jouw realiteit. En het is niet jouw verantwoordelijkheid om, als je het zelf ook zou meemaken, wil ik nog verder uitleggen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om anderen te behoeden voor lessen dat ze te leren hebben. Of voor dingen dat ze kunnen meemaken met scammers of wat dan ook. Ik ben meermaals ook het slachtoffer geweest, als ik het zo kan noemen, van scammers. Maar hoe verder jij bent in dat hoger bewustzijn, hoe meer jij ook gaat begrijpen dat dat lessen zijn die je geleerd hebt. En dat het niet aan jou is om het onrecht dat jou al dan niet aangedaan is, of het geld dat je verloren hebt, om dat terecht te trekken. Nee, het universum is er een van balans. Dus wanneer dan mensen via scammen, via bedriegelijke praktijken of wat dan ook, geld van jou ontfutselen, of wat dat ook maar is, maak je daar geen zorgen over. Ik weet het, het is niet leuk en zeker niet als je moet kijken van waar je eten gaat kopen en zo, en dat geld nog een heel belangrijk onderdeel is in jouw realiteit en in jouw zekerheid en veiligheid. Maar weet waar dat jij jouw energie naartoe geeft. Weet waar dat je op focust. Want hetgeen waar je op focust en waar je energie naartoe richt, dat is jouw punt van aantrekking en dus van wat je nog meer gaat ervaren. Dus aan jou de keuze. Wat wil je nog meer gaan ervaren? En dat is hetgeen dat we hier ook zien met deze kaart deze week. Kijk, een tower. Er gaat weer een tower moment zijn. Er gaat een soort van breakdown zijn. Een soort van neerval. Een soort van
Iets wat je totaal niet verwacht had. En dat hoeft daarom niet altijd negatief te zijn, want we denken ook altijd van dat een tower of een storm of een bepaald obstakel of iets waar we gaan tegenaan lopen. En zeker in tarots en de towers, worden die vaak als iets negatiefs, maar daarom hoeft dat zo niet te zijn. Een tower kan ook zijn, zoals ik het al meermaals ervaren met mijn klanten, dat ze plots echt letterlijk met hun knieën op de grond vallen, maar dan dat net de doorbraak is, of eigenlijk het punt is waarop dat ze moesten komen om tot volledige overgave te komen. Om volledig dan in vertrouwen te gaan, waar dat ze altijd tot voordien nog altijd een bepaald masker, een bepaald schild, een bepaalde muur voor hun hart hebben gehouden. En dan kun je nooit tot die diepe transformatie komen, omdat je niet volledig veilig voelt, hou je nog altijd die bescherming en die copingmechanismen. Dus daarom zijn die towers. Dus towers, momenten waarop dat je helemaal in elkaar zakt, als het ware. Momenten waarop dat je helemaal met je knieën op de grond zit. En helemaal puur in je naakte ziel zit. Dat zijn de momenten van de diepste groei. Dat zijn de momenten waarop je echt die tower-momenten als een doorbraak gaat ervaren. En misschien niet in het moment zelf. Zeker niet. Want je gaat kwaad zijn, gefrustreerd zijn. En misschien wenen en huilen vanuit je kleinste, diepste teen. Of diepste punt in je kleinste teen, of moet ik het gaan zeggen. Maar net dat stuk van diep surrendering, van diepe overgave heb je nodig. Ik heb het al vaak gezegd, ik ga het nu wel eens opnieuw zeggen, maar je moet bereid zijn om alles te verliezen in je leven, want dan zit je op het punt van diepste overgave. Omdat je weet van, oké, als ik het allemaal verlies, dan is het omdat er zoveel mooiere en zoveel nieuwere dingen, prachtige dingen in mijn leven gaan komen. En dat de dingen die je verloren hebt niet meer voor je hoogste goed waren. En daar gaat het over dat we nu dus de maan, en dat is volgens mij ook verbinding of verwijzing liever naar de volle maan van morgen, waarin dat we gaan ontdekken waar dat de echte mysterie van het leven ligt. Waar dat de diepste geheimen, waar dat we eigenlijk allemaal bang voor zijn, dat we daar eigenlijk niet bang voor moeten zijn. Maar dat allemaal ook gebeurt voor ons hoogste goed. We hoeven niet elk detail te weten. We hoeven niet alles vooruit helemaal uitgestippeld te zijn. Waarom niet gewoon meegaan in die stroom, in de golven daarmee in surfen? Waarom willen we die controleren? Het leven is bedoeld om te ervaren te worden. Want net dat maakt en laat onze ziel enorm groeien. Wat zijn de extra boodschappen voor de mannelijke en de vrouwelijke energie van deze week? Dank u, dank u, dank u, dank u. Wat ik hoor is laat los. Letterlijk laat los. Laat alles zijn. En wees bereid om mirakels en boodschappen in je leven te ontvangen. Want dat is ook iets waar heel veel mensen ons nog of zichzelf nog in vasthouden. Ja. En dan krijgen we A Burst of Magic. Dat is 48. Burst of Magic. Als je open bent, dan ga je heel veel magie in je leven zien en mogen ervaren. Het is dus aan jou om inderdaad open te zijn om die magie en de mooie dingen in je leven te ervaren. En Birds of a Feather. Wanneer dat je doorheen dergelijke diepe transformaties gaat, zorg dan dat je zelf omringt met mensen die weten hoe dat voelt. Mensen die weten waar dat je doorheen gaat. Mensen die ook in je geloven. Mensen die je ondersteunen. En misschien moeten ze het inderdaad niet allemaal weten vanuit het logische verstand. Maar als dat iemand is die jou onvoorwaardelijk graag ziet. Die het potentieel voelt waar je toen in staat bent. En die ook het licht ziet. En ook jouw uniciteit, jouw authenticiteit ziet. Dan dat zijn de mensen waarmee dat je eigenlijk meer mag verbinden. En nog één, en dan gaan we deze reading daarmee houden. Als je zelf een individuele reading wilt voor jouw eigen proces, voor jouw tweelingvlamrelatie of wat dan ook, weet dan dat je dat ook kan reserveren via de linkjes die onderaan de video. En daar kan je dan zelf een aantal vragen stellen of gewoon openlaten als je niet echt specifieke vragen hebt. En dan ga ik gaan kijken waar dat je ergens zit in je proces.
Wat de obstakels zijn, wat dat misschien de schaduwen zijn. Dus afhankelijk van waar je op zoek naar bent, of waar je nu tegenaan loopt, of waar je nu staat. Dus die reading kan je reserveren via de link hieronder. En natuurlijk is er ook het membership. Dus als je inderdaad op zoek bent naar mensen die jou begrepen, omdat je heel veel mensen achter jou gelaten hebt doorheen je transformatie, dan is membership Revolutie via Liefde echt wel iets voor jou. Voor een heel kleine, zachte prijs, laten we zeggen. Om het op een reclameachtige manier te gaan zeggen. Ik vind het eigenlijk grappig dat ik het zo zeg, maar kom. Kan je eigenlijk maandelijks met ons verbinden, met mij ook verbinden. Dat is eigenlijk de meest goedkoopste manier om met mij samen te werken. Wat krijgen we? Het basischakra. Dus dat is het advies. Kies alleen voor positieve gedachten om je huis, je carrière, je financiële toestand te beschrijven. Want die woorden zullen het uiteindelijk effect betalen. Dat is, niet betalen, maar bepalen. Dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb, hè, rond die scammers en zo. Waar dat jouw focus naartoe gaat, wat je kiest om aandacht aan te besteden, dat is hetgeen waar je punt van aantrekking gaat worden. Kristallen. De energieën van kristallen zullen je ondersteunen en helpen je in je huidige situatie. Let op, als je niet resoneert met kristallen, dan heeft dat ook gewoon te maken met bepaalde kleuren, met bepaalde voeding. Dus dat belangrijk is om te luisteren naar je lichaam en dan je lichaam, je geest, jouw energie te voeden met dingen die goed voelen voor jou. Dus niet alleen gedachten, maar het gaat ook ruimer. Ook de mensen waarmee je omgaat, de plaatsen waar je naartoe gaat, de ideeën in je hoofd, de activiteiten waar je mee bezig bent. Ga dus nooit iets nieuws gaan leren. Maar daag je ziel en jouw geest en jezelf eigenlijk weer een stukje uit. Want vaak, zeker doorheen die transformatie, dan gaan we ons een stukje gaan vastzitten en gaan we maar altijd in hetzelfde stuk gaan ronddraaien. Dus dat is soms de reden waarom ik ook tegen klanten zeg van ga op reis, ga naar het buitenland om hen net uit die cirkel te gaan trekken, uit die stagnatie, uit dat vastzitten te gaan trekken. Want soms worden we gewoon veel te serieus ook in die transformatie en die groei. En voor degenen die daarmee resoneren, je bent ook een lichtwerker. En je mag je eigen kracht laten zien. Je spirituele kracht geeft veel zegen en je liefdevolle dienstbetoon aan het universum. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk, waarom moet je groeien, waarom moet je werken aan jezelf, waarom moet je ziel laten groeien? Wel, omdat hoe meer dat jij dingen uit jezelf uitzuivert, op die manier gaan we hart voor hart, stap voor stap, eindelijk de wereld gaan veranderen. Want als wanneer dat we allemaal vanuit een hoger bewustzijn in het leven staan, dan gaan er geen discussies meer zijn, gaan er geen scammers meer zijn, gaan er geen onzekerheden of angsten meer moeten zijn, omdat we weten dat we beschermd en beschermd en geliefd zijn. En dan ga ik die reading afsluiten met een aantal boodschappen om terug naar eenheid en liefde te komen. En dat is een orakelkaart die ik zelf gechanneld en gemaakt heb. Je kan die ook in huis halen als je dat wenst. Ik heb die niet op stok liggen bewust omwille van het milieu. Net zoals mijn boek, hè, dat wordt ook maar geprint wanneer dat het aangekocht wordt. Maar als je dat wilt, dan kun je ook mijn deck. Dit is een van de vier dat ik tot op dit moment gecreëerd heb. Terug naar liefde en eenheid aanschaffen. En dus aan de achterkant staan er altijd boodschappen die ik gechanneld heb, die echt bedoeld zijn om als ondersteuning doorheen het proces van bewustwording. En de boodschappen die we nog vandaag mogen meegeven, is het volgende. Echt waar. Kijk, het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. Dat is hetgeen dat we daarnet ook al voortdurend gezegd hebben. Kijk, kies je vanuit angst, dan ga je dat weerspiegeld zien. Je zag het niet komen, je verwachtte het niet, maar je voelt het in je hart. Het is de ene. En dat gaat natuurlijk over die onvoorwaardelijke liefde. En niet zozeer altijd naar iemand anders toe, maar in eerste instantie voor jezelf. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. En dat is ook zo. En in eerste instantie ook bij jezelf. En laatste boodschap, maar niet zo onbelangrijk. Pas aan naarmate dat je het spel speelt. En wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk van, naarmate dat je groeit, ga je merken dat bepaalde dingen die je vroeger deed, of die je vroeger behulpzaam waren, dat die jou nu niet meer behulpzaam zijn. Dus dat is wanneer dat je dan eigenlijk constant die spelregels mag gaan aanpassen. Niet de spelregels, maar het spel mag aanpassen. Zodanig dat het voor jou altijd leuk en plezant en
vervullend blijft. Want daar gaat het over. Dat jij jou goed blijft voelen in de dingen die je neerzet en doet in het leven. In de maand juli ga ik 1 exemplaar van al mijn decks weggeven. Dus dat wil zeggen 4 exemplaren van mijn orakelkaarten weggeven. Dus als je dat wilt van op de hoogte gebracht worden, dan zou ik zeggen: abonneer alvast op mijn kanaal. Geef een likeje. En zet de notificaties aan, zodat je eigenlijk op de hoogte gebracht wordt wanneer ik een nieuwe video upload. Ik maak verschillende thema's van readingen, van vlogs. Dus het kan zijn dat er soms video's zijn die niet zo met jou resoneren, en dat is oké. Okay. Dus ook let ook daarop dat je niet denkt dat alles op jou van toepassing is, want dat hoeft ook niet. En dat is ook niet zo. Dus volg je intuïtie, kijk waar je jouw lichaam eigenlijk op resoneert, waar dat jouw intuïtie aangeeft van dat is inderdaad wel voor jou. En dat ga je dan automatisch ook veel meer inzichten en veel meer kracht geven. Zo, dat was het voor nu. Als je met mij eens wilt samenwerken, kijk gerust. Een link is hieronder en dan zien we elkaar binnenkort. Dag!